Dit is Drenthe Nu van vrijdag 3 februari met vanavond. Een record aantal partijen doet mee aan de provinciale statenverkiezingen. Kinderen in Noorderveld zorgen voor talloze schoolontbijtjes. En het voormalige belastingkantoor in Emmen ontvangt de eerste bewoner. Al miezen het wat, een jagende wind over het land. Het is altijd mooi op de Heuvingenzaand. Het weer, zo geliks, dat nice. Goedenavond. Maar liefst 19 partijen doen volgende maand mee met de provinciale statenverkiezingen. Een record voor Drenthe. In 2019 deden 16 partijen mee aan de verkiezingen. Dus 3 erbij dit jaar. Nou, verslaggever Serge Vinkenvleugel is op het provinciehuis. Ja, het record had nog groter kunnen zijn, hè, Serge? Jazeker, de Drentse oudere partij DOP die wilde ook meedoen. Kreeg niet voldoende handtekeningen bij elkaar om mee te mogen doen. Dus die viel af, anders waren het inderdaad 20 geweest. Meer partijen betekent ook nieuwe partijen. Welke is de opvallendste? Ja, die diende zich vandaag op de valreep aan. Jezus leeft. Ik heb ze niet voor de camera, maar even een paar standpunten. Uit de Europese Unie, geen windmolens in Drenthe, geen zonneparken meer. Onderwijs alleen nog met de Bijbel, kleinere klassen en 34 verdubbelen. En ook overigens geen openbaar naakt meer. En alles met een referendum. Dat is wat die partij wil. Nou, daar zijn er ook nog andere nieuwkomers. Alliantie, Boer-Burgerbeweging, Belang van Nederland en Volt. En ik vroeg hun, wat maakt hun anders dan alle andere partijen? Ik kijk bij elk dossier wat het werkelijke probleem is. Wij gaan niet alleen kijken naar het probleem, maar we kijken ook naar het totale effect ervan op bijvoorbeeld de maatschappij. Van daaruit zoeken we naar draagkracht bij bijvoorbeeld bewoners, gemeentes en andere partijen. BBB is er voor iedereen. Boer en burger, stad en platteland. Volt is een verbindende partij. Wij denken Europees en wij doen lokaal. En dat is precies wat het onderscheidt van andere partijen. Wij kijken vanuit positiviteit vooruit. Het is tijd voor positieve actie. En ik wil duidelijk maken dat wij u als Drenthe vertrouwen. En dat we u actief willen inzetten bij het maken van plannen voor de toekomst. Het boemerangbeleid van de afgelopen jaren van deze overheid, die veel geld heeft gekost, moet volgens Belang van Nederland vervangen worden door duidelijk en praktisch beleid. De wolf moet verbannen worden uit Drenthe voordat hij nog meer schade en leed aanbrengt. De problemen, de vermeende stikstofproblemen die niet bestaan, mogen niet alleen op de landbouw afgewenteld worden. Alliantie is een volksbeweging van bezorgde burgers die weer grip willen hebben op onze democratie, voor onze samenleving. We zien dat de huidige partijen niet leveren. De boeren worden niet bediend, de arbeiders niet, de middenstanders niet, praktisch gescholden. En wij denken dat het beleid echt anders kan. Ja, dit waren dus de nieuwe partijen. In totaal gaan het er dus om 19. Is dat nou een feest voor de democratie? Ja, je zou zeggen ja, want er valt heel veel meer te kiezen. Maar er zitten zowel voor- als nadelen aan. Er is veel te kiezen. Je kunt veel beter een keuze maken uit deelbelangen, omdat hoe meer partijen er zijn, hoe meer deelbelangen ook worden vertegenwoordigd. Dus dat zou je als een voordeel van de democratie kunnen zien. Aan de andere kant, als al die 19 partijen in de provinciale staten komen en je moet een college vormen, ja, dan wordt dat ingewikkelder, want die zetels worden verdeeld, dus hele grote partijen heb je niet. Komen er meer partijen in het college, krijg je meer gedeputeerden. Moeilijkheden misschien met de eenheid van collegebeleid. En je krijgt coalitie-oppositie ten opzichte van elkaar. En dat leidt dan tot polarisatie. En tegenwoordig vaak ook tot verruwing van omgangsvormen. Dus dat kun je denk ik niet echt als een voordeel zien. Ja. Bent u bang dat je wat je nu de afgelopen jaren in de Tweede Kamer hebt gezien, dat we dat straks in de Drentse Staten gaan zien? Ja, die kans is denk ik heel groot. Hoe je dan met elkaar praat is dan één, maar er zullen ook partijen zijn die misschien een andere opvatting over democratie hebben of over hoe je een plek als Drenthe zou moeten besturen. Ja, en die hebben een hele andere kijk op democratie en zeker ook niet onbelangrijk op de rechtsstaat. Hè, hoe je omgaat met het recht en met elkaar en van een bepaalde orde. En die gaan uit van hele andere ideeën en proberen dat ook op een, ja, naar mijn oordeel, niet democratische manier toch voor elkaar te krijgen. En dat vind ik wel risicovol. Ja, achter jou worden op dit moment de kieslijsten bekendgemaakt. Is daarmee alles rond voor de verkiezingen van 15 maart? Ja, zo bijna wel. De controle moet natuurlijk plaatsvinden hier achter mij. Klopt alles? En dan straks aan het einde van dit verhaal hier achter mij is het nog, net als bij het voetbal, loodjes trekken. Want iedereen wil natuurlijk heel graag lijst nummer 1 hebben. Serge, dankjewel.
Kinderen mogen niet met een knorrende maag in de klas zitten. Dat vindt de gemeente Noorderveld. Daarom zijn ze daar begonnen met een proef om alle scholieren van een ontbijtje te voorzien. En die ontbijtjes worden door de schoolkinderen gemaakt. Melk, komkommer, peer, banaan, ik weet niet precies of dat een sinaasappel is, maar appelstroop, smeerkaas, boter en een appel. Er gaat behoorlijk wat in zo'n ontbijttas. Scholieren van de Esborg in Rode maken iedere week tientallen van deze tassen klaar. We zijn aan het inpakken voor kinderen, voor scholen die niet zoveel geld hebben. En dan kunnen ze lekker ontbijten. Zoals je kan zien, we hebben vandaag 54 ontbijttassen die we klaarmaken. Dus ja, er is wel vraag naar. Sommigen gaan naar Norg, sommigen gaan naar Pijzen en sommigen gaan naar Rode. De gemeente Noorderveld is begonnen met een proef waarbij scholen ontbijtjes aanbieden aan leerlingen. Basisschoolkinderen krijgen een ontbijttas, terwijl leerlingen op de middelbare hun ontbijt op school eten. We zijn vorige week gestart en we zien deze week al een flinke toename van kinderen die toch wel hun ontbijtje pakken op school. De vraag wordt steeds groter, dus nu door de recessie en alles wat je meemaakt zie je wel dat, dat kinderen het soms ook wel lastiger hebben vanuit huis. Waarom zit er hier een random banaan in? De leerlingen van de Esborg die wekelijks ontbijtjes inpakken, doen dit in het kader van een maatschappelijke stage. Maar ze hebben er ook gewoon schik in. Gewoon hoe je leuk met z'n allen gaat inpakken en de gezelligheid, dat maakt het wel leuk. Wanneer alle 54 tassen zijn ingepakt, gaan ze naar de verschillende Noorderveldse basisscholen. En dat geeft een goed gevoel. Ja, ik vind het triest dat zoiets nodig is. Maar ik ben wel blij dat wij dit kunnen doen. Brood nodig, zeker weten. De verbouwing van de belastingflat, het oude belastingkantoor in het centrum van Emmen, is bijna klaar. Vandaag krijgt de eerste bewoner haar sleutel uit handen van de projectontwikkelaar. Home again, home. Hallo. Hi, ik ben Zoe. Ik ben Jorgen. Welkom bij de belastingflat, eerste bewoner. Hartstikke leuk. Ik heb jou uw tech. Super, dank je wel. Zullen we gaan kijken? Ja, leuk. Ja. Na maanden van vertraging is het dan eindelijk zover. De zogenoemde belastingflat in Emmen is klaar om in te wonen. Zoe Schipper mag zich de eerste bewoner van het appartementencomplex aan het Raadhuisplein noemen. Wat vind je ervan? Ja, prachtig. Heel mooi. Mooi uitzicht. Ja. Ja, echt een heel bijzonder project. Ik ken ze van vroeger natuurlijk als belastingkantoor in Emmen. Ja, we hebben nu 82 appartementen erin zitten. We hebben 3 lagen opgetopt, bovenop de bestaande karkas. Er zit heel veel uren in de daakracht van de vaklui. Super trots op. Hoe ben je hier terechtgekomen? Vanwege mijn studie woonde ik voorheen in Groningen. En nu ga ik fulltime aan het werk. En zodoende ben ik op zoek gegaan naar leuke woonruimte in Emmen. En deze gevonden? Ja, heel veel geluk mee gehad. Want inmiddels hebben bijna alle appartementen een bewoner. Ja, dat zit vol. We hebben nog één in de optie staan en dan zit hij vol. Over een maand moet de flat helemaal af zijn en bewoond worden. De planning is dat het gewoon 1 maart helemaal fix en fertig is. Met alle punten op die gezet worden. We zijn nu nog denk ik, man of 40 aan het werk nog. En er gebeurt nog veel elke dag. Ondertussen is Zoe maar wat blij met haar woning. Met uitzicht op de dierentuin. Soms kun je de olifanten kun je horen. Ga je een abonnement nemen op de overburen? Zeker, ik wil over na te denken, ja. Piloot worden, dat is wat de 14-jarige Danique uit het Groningse Uithuizen het liefste wil. En die droom komt tijdens een dag op de KLM Flight Academy op vliegveld Eelde heel dichtbij. Ik heb hier een heel mooi KLM crew hesje. Dus die mag je even aandoen. Vasthouden, zo. Met een theorieles over vliegen en een rondleiding over het vliegveld start Danique de dag. Ze mag zelfs in een echt lesvliegtuig zitten. Ik zou zeggen, stap lekker in. Sinds kleins af aan wil ik gewoon piloot worden. Waarom, weet ik ook niet. Het hoort bij mij. Ik vind het cool en ik denk van, zo zie ik me later wel. Het is denk ik voor heel veel mensen een droom. En nog steeds ook een droom wat bij mensen een droom blijft. Terwijl wij heel graag dus willen laten weten van, blijf niet dromen. Probeer het ook echt te verwezenlijken. En dat is precies wat Danique vandaag doet. Gaan we vliegen? Piloot in opleiding Juri Mast leidt Danique rond. Ook hij weet hoe belangrijk het is om je dromen na te jagen. Dat is echt een passie die ik al sinds jongs af aan heb. En als ik Danique hier zo rond zie lopen en in die vliegtuigen zitten en hoe ze erover praat, de vragen die ze stelt, dan denk ik van ja,
Dit is iemand die die passie ook heeft en die ik later ook wel in zo'n vliegtuig zie zitten, ja. Ready? Je voelt je vrij in de lucht en zo. Je moet wel een beetje rekening houden met andere vliegtuigen en dat je niet crasht. Is het een realistische droom van Danique om piloot te worden? Ja, gelukkig wel. Uiteraard zijn we wel op zoek naar mensen die beschikken over het juiste talent en de ambitie om verkeersvlieger te worden. Maar het is in ieder geval niet meer van toepassing dat je over financiële draagkracht moet beschikken vanuit familie of vrienden. We zijn echt op zoek naar personen met het juiste talent en de ambitie. Yes. Goed man. Top. Ging dat beter dan de vorige keer? Ja. Het is vandaag zo dooi als snurt, ik wil rustig zeggen. Wel heerlijk weer om eens even op een van de vele Drentse stoefzaan te wandelen. We zijn hier op het Heuvingenzaan bij Ogeholden. En ook hier was vandaag prima wandelweer. Vanavond, en trouwens ook vannacht, is het meestal bewolkt, gries dus. De wind die giet wat een deel en het wordt een graad of 5, blijft droog. Morgen wordt het meestal gries. De wind stelt niet zoveel voor. Kan trouwens best wezen dat de zon er af en toe nog even erheen weet te gloepen door het wolkendek dan. 7 of 8 graden wordt het en tegen de avond kan het weer wat gaan regenen. Ja, dan kijken we nog even vooruit. Zondag trekt de wind weer weer aan. Het wordt een graad of 8 met voor de middag wat regen. Na de middag wordt het wat droger. Ja, en na het weekend dan giet de temperatuur warm deel. Een graad of 5 overdag met wat lichte vorst in de avond. De kans op een bui die is daar. Er zijn wat wolkenvelden, maar ook zeker zonnige perioden. Heel best weekend hier vanaf het Heuvingenzaad. En tot aan de week. Tjeu. Dit was Drenthe Nu. Voor meer nieuws kijk je in onze app of de site rtvdrenthe.nl. Daar lees je onder meer dat Drenthe een wereldkampioen rijker is. Tibor Del Grosso uit Eelde schreef vanmiddag met het Nederlands team het WK veldrijden bij de aflossingsploegen op zijn naam. Voor nu een fijne avond en een goed weekend.